Goedemorgen, meester. U bent onderweg met IC 3122 naar Schiphol. U rijdt met 8 pakken Firm. Firm M2 9504 en Firm M1 9468. Rij als het zijuitstand stopkomt naar het perron en koppel daar een derde treinstel aan. Maak kop en vertrek om 7:46 richting Utrecht Centraal. Veel succes! Nou, dat gaat zeker lukken. Wij rijden vandaag met de Firm. Van die wat minder dan Chris Trains natuurlijk. Ons sein is op dit moment nog rood. En wij krijgen nu geel knipper. Leuk gedaan met de Koa Seinmarkers nieuws. Leuk gecombineerd met een timer en een geel knipper. Met een vaartje van 40 richting het perron. We gaan zo direct dus combineren met een ander treinstel. Voor op deze trein zit dus de 9468. Achter op deze trein zit de 9504. In de nieuwe Firm M Flow kleurstelling. En zo direct op station Arnhem gaan wij na het combineren kop maken. En gaan wij terug in de richting van Utrecht Centraal. En we zullen onderweg nog stoppen op station Ede-Wageningen, Driebergen-Zeist en Utrecht Centraal uit mijn hoofd. Waarom heet deze firm de Flow firm? Nou, dat is de naam van de nieuwe kleurstelling van NS. Dat heet Flow. Vraag me niet waarom, dat heeft een of andere ontwerper bij NS nodig gevonden om dat een naam te geven. Wat mij betreft hadden ze hem gewoon lelijk genoemd. Gerber zegt, Ede-Wageningen mag je wel overslaan. Er valt ook niet zoveel te beleven. Nou ja, kennelijk is het groot genoeg en belangrijk genoeg om een intercity stop te zijn. Dus. Wij zijn gecombineerd. Wij laten de passagiers in en uitstappen. Dit is nog een extra trein, maar we zullen dat eens even snel veranderen naar Schiphol Airport. Met het nieuwe vliegtuigicoontje van Chris. Hartstikke leuk gedaan. En wij gaan... Oké, dit snap ik niet. Waarom als ik op plus en min druk... Kijk, ik druk, zit nu aan de andere kant... Als ik op min druk of plus, dan zou ik naar de andere kant moeten. Kijk, zo. Hè? Onze ATB, die staat al aan. Onze ATB, ons sein staat al op groen, bedoel ik. Jongen, jongen. Moeilijk, hè, Nederland. Lampjes aan. Nou, we hebben even de tijd om rond te kijken. Hier komt een andere Intercity binnen. Hallo, hé. Hey. Moet dat zo snel? Dat is een 40 wissel, hoor. Nou, hier zijn een paar mensen flink door elkaar geschud. Hier de vlucht naar Dordrecht. Dat hele eind. Door het zuiden van Nederland. Wij mogen over 1 minuut vertrekken in de richting van station Utrecht. Eigenlijk hadden we nu al mogen vertrekken, maar de conducteur zit te slapen. Piedoepiep! HC, zou u kunnen sleutelen alstublieft? Dank u wel. Thank you.
12 bakken firm gaan wij richting Ede-Wageningen en Utrecht Centraal. Mocht je dit scenario nou zelf willen rijden, ga natuurlijk even naar dutchsims.nl en daar kan je hem downloaden. Vergeet ook niet om eventjes het Hart van Nederland te updaten, want dit scenario is gebouwd op de nieuwste versie van de route, versie 1.6. En als je de route op dutchsims downloadt, krijg je ook gratis een extra update erbij. Die hebben we er alvast in gestopt. Waarom? Omdat het kon. Hoef je het niet zelf te installeren, dat scheelt weer. Lars Kroevoet zegt, ik zie tegenwoordig koplopen veel te veel in firms rijden in scenario's. Het is een wonder. Ja, veel mensen maken scenario's met de firm. Dus dan moet ik in een firm rijden. Maar goed, weet je, het is een nieuwe trein die uitgekomen is. Chris heeft hem mooi nagemaakt. Dat wil niet zeggen dat het een mooi ding is, want ik vind hem oerlelijk. Maar goed, daarover meer in mijn video over de Hanselijn met de nieuwe Flow-firm. Daar zet ik precies uiteen waarom ik hem lelijk vind. Dus als je op YouTube zit te kijken, ga die even kijken. Dat is veel leuker. Want ik ga niet nog een keer herhalen wat ik ervan vind. Wat ik er wel van vind, is dat we moeten remmen. En dat ging net goed. Jongen, dat dit ding harder kan dan 140. Meestal halen ze het 140 niet eens. Dan kan ik tenminste mooi mijn snelheidshendel traploos instellen op ongeveer 10%, terwijl wij door het station van Oosterbeek chasen. Wat gaan we hard, hè, met 140. In het echte leven kan firm 160 km per uur. Het is zelfs getest op 176, want in Nederland wordt een trein getest op de maximumsnelheid plus 10%. Dus als een trein 200 moet kunnen, dan wordt die getest op 220. Nou, dat testen ze tegenwoordig natuurlijk op de HSL. Vroeger werd dat getest op het baanvak Horst Zevenum Helmond. Dat was daar speciaal voor ingericht. Je mag daar ook nog steeds tot op de dag van vandaag 160 km per uur rijden. En de overwegen zijn zelfs zo aangepast volgens mij dat je er 200 kan rijden in een uitzonderingssituatie. Dus in een situatie dat je ontheffing hebt. Ja, of er worden gewoon mensen bij de overwegen gezet op dat stuk. Dat kan ook. En dan gaan de overwegen gewoon, worden ze handmatig dicht gedaan. En dan moeten de mensen gewoon wat langer wachten. We rijden dik 140. We rijden bij station Wolfhezen. Ik heb zelf ooit een scenario gebouwd op dit stuk. En ik weet dat als je nu de tractie uitschakelt, dat je al EZR rollend gemakkelijk op tijd komt in Ede-Wageningen. Dat ga ik nu dus ook doen. Tractie eraf. En we gaan lekker rollen. Drie soorten firm. Welke vind je het mooiste? Nou, dan gaan we gewoon even kijken. Deze is lelijk, dus die is het niet. Deze is ook lelijk, dus die is het ook niet. Kijk eens even, wat mooi. Ik vind dit de mooiste kleurstelling van de drie. Simpelweg niet omdat het de originele is, maar simpelweg omdat hij het beste past bij firm. De buitenkant hier is gewoon grijs. Staat mooi. Ter hoogte van de haaraansluiting is er een defect aan het rechte spoor. Het is nog onduidelijk wat dit voor u betekent. In Ede-Wageningen krijgt u straks meer informatie. Gaan we zien bij Ede-Wageningen. Maar wat ik mooi vind aan deze firm is dat de blauwe intercityband die je hier ziet, dat die zowel boven als in het midden doorloopt. En dat mis ik weer heel erg bij deze. Deze is wel heel erg geel dan wat dat betreft hier. Het is gewoon jammer. Weet je, het ziet er gewoon niet mooi uit. En dan bij deze, ja, laten we het hier gewoon maar niet over hebben. Weet je, dit was gewoon een poging om de oude 1300 na te bouwen. En die is hopeloos mislukt. De restlogo staat er maar half op. Je kan het gewoon niet zien, want er zitten allemaal ramen voor. Weet je, het blauw aan de bovenkant. Ja, meh.
En waar is mijn blauwe Intercity-band die NS zo graag gebruikt? Dus nee. Ik vind het blauw aan de voorkant ook niet mooi. Zira zegt, hopelijk wordt het traject Arnhem-Utrecht viersporig en dan de buitenste sporen 160 of zelfs 200 km per uur. Ik weet dat Driebergen-Zeist erop is voorbereid. En ik denk ook dat het er in niet al te lange tijd wel een keer van gaat komen. Maar ik denk niet dat het voorlopig gaat gebeuren, omdat het nu allemaal nog... Ja, het past nog. Dus ook naar Veenendaal heb je nog een extra sprinter. Die wordt in Driebergen-Zeist dan ingehaald met elke 10 minuten een trein. Dus op zich is dat geen probleem. Al zie ik in de toekomst, als ze echt met nog meer treinen willen gaan rijden... Want ik geloof dat er ook nog een trein, een extra trein naar Rotterdam moet gaan rijden. Dan zit je echt wel met tekort. En dan moet je inderdaad wat meer sporen gaan aanleggen. Maar je moet je voorstellen dat NS en ProRail hebben het idee... om de Intercity stop bij Driebergen-Zeist op te heffen... En om de Intercity stop bij Veenendaal de Klomp op te heffen. En om daar met sprinters te gaan rijden. En dan komt er dus elk half uur of elk kwartier zelfs waarschijnlijk een sprinter te rijden. Want dan wordt de sprinter die nu naar Ede-Wageningen, hier links, dat ding. Wat nu een beetje naar Arnhem rijdt. Die wordt dan opgeheven en die gaat dan gewoon door naar Utrecht en naar Breukelen. Maar ja, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Dat kan allemaal nog veranderen. En alles wat ik nu zeg, dat is allemaal speculatie. Dus, weet je, dat heb ik ergens een keer gelezen, ergens een keer gehoord, terwijl het zijn geel is. Zoals jullie zien moet ik in de tweede remstand remmen, want anders zegt de ATB, ja ho, eens eventjes, dit kan echt niet. Normaal moet je bij het begin van het perron 40 rijden bij NS. Dat is een klein beetje de regel. Nou, dat doen we bij Ede-Wageningen maar niet, want we moeten nog 360 meter. 60 puntje perron vind ik prima. Dani CNG zegt, Niels, even een tipje. Ede heeft geen stopdoorschakeling. Nee, dat klopt. Maar het heeft wel een bediend zijn. En dat bediend zijn hoeft niet altijd groen te zijn. Zeker niet als er problemen zijn bij de haaraansluiting. Hint, hint. En wij zetten onze trein stil op station Ede-Wageningen. Waar wij exact op tijd arriveren. Wat een mooi huis. Ah, daar zijn we. Nou, we zouden meer informatie krijgen op station Ede-Wageningen. Dus ik denk dat we even moeten wachten op het bericht. Dat we daarna verder kunnen. En hier komt de ICE naar Duisburg. En Frankfurt am Main. Volle bak. Volgens mij ging hij zelfs wat taart. Vanwege het defect spoor wordt er enkel spoor gereden tot de haaraansluiting. Om dit te laten passen, wordt 50% van de Intercity's geschrapt. U zal hierom een extra stop maken te Veenendaal de Klomp. Het verkenbord op het rechterspoor staat te laat om comfortabel op het linkerspoor te kunnen remmen. Let dus op dat u op tijd remt voor dit station. Dat zullen we zeker doen. Even kijken hoor, wie was het ook alweer die zei dat er geen stopdoorschakeling was hier?
dit sein was volledig terecht rood, want wij gaan hier het linkerspoor op, zo te zien. Ik was overigens degene die dit scenario getest heeft voordat het op Dutchamps terecht kwam. Niels, met de updates van de firm is het makkelijk te halen. Makkelijk. En zo gaan wij het linkerspoor op weg naar station Veenendaal de Klomp. Voorheen moest je inderdaad echt heel hard in de ankers met die firm om het te halen. Ja, mogen we alles optrekken? Nee, onze kont hangt nog net in de wissels. De ATB zal nu wel ongeveer verspringen. Gelukkig is het linkerspoor en geen verkeerd spoor. Als het verkeerd spoor was, dan hadden we voor elke overweg moeten stoppen. Maar alle overwegen doen het nu gewoon. Wat je wel ziet is dat er nu op de linkerkant gewoon helemaal geen seinen staan. Ons eerstvolgende sein staat pas bij de wisselbaan. Ja, we terug gaan wisselen naar rechts. Zal vooraf gegaan worden door een voorsein. Even spieken beneden. Of Veenendaal in de buurt ligt nog niet. Ja, de seinen die je rechts ziet, dat groene sein, dat telt dus niet voor ons, want dat geldt alleen voor het spoor rechts. Nu is de kwestie van heel goed opletten op het verkenbordje aan de rechterkant. En dan rustig afremmen voor Veenendaal de Klomp. Bart Trein 2003, goedenavond en welkom bij de stream. Je hebt een ICM en je hebt een SEG gemist. Hier is het verkenbord, aangezien ons aangegeven werd dat we niet rustig konden remmen, gaan we meteen remmen. Je ziet, we zijn al 400 meter van het perron verwijderd. Het is vrij laat met remmen, zeker met firm. Dus ik zal er nog even een remstandje bij zetten inderdaad, just to be sure. Maar zo te zien gaan we dit wel redden. Voordat de update van Chris uit was, was het inderdaad behelpen met de remmen van de firm. Nu gaat het wel lukken. Veenendaal de Klomp, station Veenendaal de Klomp.
waar wij dus op het linkerspoor halteren in plaats van het rechterspoor. Onze trein past er ook net op. Sterker nog, hij past er niet op. Het achterste rijtuig past niet aan het perron. Ik denk, zelfs als ik hem netjes bij het hekje had gezet, dat die deur er niet op gepast had. Dat gezegd hebbende, gaan we gauw weer verder. Niet met volle tractie, want ik ben er al meermalen op aangesproken door machinisten op YouTube. Dat ik met 100% tractie vertrok. Die zeiden, ja dat kan nooit, dat ding dat slipt veel te snel. Dus nu vertrek ik met halve tractie. En dan ergens bij de 40, 50, dan schakel ik langzaam op. Martijn die zegt, is het perron hier te kort? Ja, een klein beetje. Ik denk dat Teun toen hij aan het bouwen was gerekend heeft met 2 keer 4M6. Dat is ietsje korter. En daardoor past 3 keer 4M4, wat langer is, niet. Compufriek, dankjewel voor je Prime abonnement. Zo te zien je eerste maand. Welkom. Lars Koevoets, fijne avond. Dankjewel dat je er was. We trekken gewoon op naar 140 km per uur, baanvaksnelheid hier. Nog steeds over het linkerspoor. Sinds Ede-Wageningen hebben we geen sein meer gezien. Ja, een snelheidsbordje, officieel ook een sein. Nou, onze snelheidsmeter staat nu op 140. 10%, zo. Je ziet zijnen op het nevenspoor, zijnen in tegenrichting, genoeg zijnen. Ja, zijnen die voor ons bestemd zijn, Robbie. Oh, bij de hand. We komen zo direct bij de haaraansluiting. Friese spoorwegen. Rijd je tussen Utrecht en Arnhem? Jazeker, ik rijd tussen Arnhem en Utrecht. Andere kant op. Waar wij in de verte een geel sein op zien doemen. Nou, stand 1. Ik heb nu stand 1. En dat is een voorsein. Dat kan je herkennen aan de vierkante platen om het sein heen. En dat geeft dus aan dat het volgende sein voor mij rood is. Gewacht. Dat was een remstandje te weinig. Af en dan rollen we rustig tot het rode sein. En dan wachten wij op verdere instructies. Ah, daar gaat de trein naar Veenendaal. Die reed dus nog voor ons. Die reed eigenlijk tegen ons in.
keer komen wij langs een groen sein met een 8. Wat eigenlijk een geel sein met een 8 zou moeten zijn, zo te zien. Want verderop zie ik er weer een. Dat betekent in ieder geval dat wij waarschijnlijk weer gaan terugwisselen naar rechts. Even toeteren naar de onbewaakte overweg. En als je nu denkt van onbewaakte overweg, er staat toch een knipperlamp. Ja, volgens ProRail is dat een onbewaakte overweg. En dan gaan we hier naar rechts. Houd allemaal uw koffie even vast, mensen. Huh. Dit is wel een scherp wisseltje, hoor. Zo. Vanuit de passagiersview. Maar we zijn wel sneller door de wissels heen dan het 40 wissel. Dat is een ding dat zeker is. Een train simulator gaat je ATB omhoog op het moment dat je hele trein door het zijn. Dus in het echt is dat dus niet zo. Hè? In het echt krijg je dus meteen, zodra je die wissel door bent, krijg je een codeverhoging. En dan moet je als machinist ook echt wachten totdat je hele trein dat wissel door is. Want anders, ja, dan rij je 90 à 100 met je achterkant in die wissel. Onbeveiligde overweg, niet onbewaakt. Oké. En hier de tegentrein. Nou, gelukkig dat we niet rechtdoor gegaan zijn. Anders was het een enorme knal geworden. Wat op zich geen slechte zaak is natuurlijk. Dat is alleen zo jammer van de mensen. Die firm kunnen we missen. Romy, waarom moet die geel zijn volgens mij? Omdat, waarom zou die geel met een knipperende 8 tonen? Of waarom zou die groen knippen met een 8 tonen? En waarom toont die geen geel met een 8? Omdat het volgende sein gaf ook al knipper 8. Wellicht dat het te maken heeft met de afstand tussen de twee seinen. Wellicht dat er vroeger een wissel tussen lag. Tractiehendel op 10%, in dit geval 11, want ik ben te lui om hem precies op 10 te krijgen. Tuk-tukje bij de overweg. En dan rijden wij richting station Maarn. En Maarn Goederen. Ik weet niet meer welk station hier vroeger heeft gelegen, maar volgens mij lag hier vroeger ook een station. In ieder geval zie je hier de overblijfselen van een middenspoor. Daarom dat hier de sporen een stukje uit elkaar liggen. Station Maarsbergen, ja precies. Maar ja, dat hebben ze gesloten. Dat was kennelijk toch de moeite niet. Nou, we gaan hier zo de bocht naar links om en dan komen we door station Maarn. Eigenlijk ligt het vlak voor de bocht. En als het goed is, komt hier de A12 links. Daar ligt hij al. En hier station Maarn. Maarn. Maar ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. En dan komen we al in de buurt van station Driebergen. Bergen Zeist om precies te zijn. Hier links station Maarn Goederen. Maar ja, station is het niet meer. Tegenwoordig is het een keerspoortje, CQ goederenspoortje. Maar ja, goederen rijden hier ook niet zo vaak meer.
Wat ik wel weet is dat dit spoortje graag gebruikt wordt door de mensen die de ICRG testen. Die keren hier dan de ICRG en dan gaan ze terug naar Utrecht. Zeker in het begin werd hier vaak getest. Omdat ze van het opstelterrein bij station Utrecht kwamen, waarvan ik de naam even kwijt ben. Dat weten jullie wel weer. In de chat. Cartesiusweg, ja, dat was het. Dat is ook de thuisbasis van de ICRG-stellen op dit moment. Vanaf daar worden ze meestal getest. Watergraafsmeer staan er ook een paar. Van Driebergen-Zeist. 2,5 kilometer. In de verte zien we al een geel sein met een, als het goed is, een 8. Sierra zegt, zit de oude aansluiting van het spoorwegmuseum in deze route? Die zat erin. Ooit. Oh, ik dacht dat ik al met stand 2 remde. Nou, kennelijk niet. Nu wel. Nee, vroeger zat de aansluiting naar Lunette erin, maar Teun heeft de route omgebouwd, heeft Utrecht Vaartse Rijn erbij gebouwd en dat ligt feitelijk bovenop de aansluiting. En hij dacht, ik update de route naar de nieuwe versie en ook naar de nieuwe situatie. En toen is het verdwenen. Dat is in het echt. Mocht je de oude situatie nog een keer willen rijden in Train Simulator, wat je dan moet doen is even de route downloaden van trein.nl en dan de oude versie pakken. Dan kan je namelijk wel... waarom remt hij niet op een standje? Nou, laat het maar. Ik zit steeds in mijn hoofd, zit ik van... Oké, ik zit nu op stand 2. Oké, nu op stand 3, zonder te kijken. En nu op stand 4. En dan zit ik steeds een standje verkeerd. Maar gelukkig hebben we 12 bakken en moeten we helemaal aan het einde stoppen. Station Driebergen-Zeist, station Driebergen-Zeist. Hier kunt u overstappen voor de richting Veenendaal en Rhenen. Kijk, en hier passen we wel netjes langs het perron. Ja, het nieuwe station van Driebergen-Zeist, zoals je ziet, is aangepast naar 4 sporen. Nou, dit is echt een soort Breukelen-Apkoude. Er zit zelfs een keerspoortje bij. Maar mochten ze besluiten om in de toekomst iets viersporigs aan te maken hier, dan is dit station in ieder geval voorbereid. En wij vervolgen onze weg in de richting van Utrecht Centraal. Ook heel mooi geworden is dat treinen hier nu kunnen in- en uitrijden met 80 km per uur. En Nico Quantus heeft zijn subscriptie verlengd tot en met augustus. Dat betekent dat Nico voor 3 maanden een abonnement heeft afgesloten bij Twitch. Nico, dankjewel voor het verlengen van je subscriptie.
voor de mensen die zich afvragen wat dat precies betekent. Terwijl ik even toeter voor deze onbewaakte overweg. Als je je subscriptie laat verlopen en je wil daarna verlengen. Of je wil je subscriptie verlengen. Even naar twitch.tv/subscripties gaan. Dan kan je ook verlengen voor een langere periode. En ja, augustus volgende maand inderdaad. Ik dacht dat het de komende 3 maanden was. Maar je kan voor een langere periode verlengen. Je kan dus zeggen van ik wil alvast een maand bijkopen. Of ik wil alvast een maandje extra kopen. Dat kan als je een gift sub krijgt. Maar als je geen gift sub hebt en je hebt een gewone subscriptie en hij verloopt binnenkort, dan kan je hem verlengen met 6 maanden in 1 keer. En wat er al gebeurd is, dan krijg je gewoon voor 6 maanden een abonnement en dan krijg je wat korting van Twitch. Ik geloof dat je dan 20% korting krijgt ofzo. Dus in plaats van €30 voor die 6 maanden, betaal je dan maar €25 voor 6 maanden ofzo. Exacte bedragen vind je op de pagina van Twitch. Maar de goedkoopste manier om op Twitch een subscriptie te nemen is om Amazon Prime te kopen. Dat kost je €3,99 per maand. Krijg je toegang tot Prime Video en gratis verzending op Amazon.nl. En daarbij krijg je met Amazon Gaming of met Twitch Gaming, een van beide, die kan je verbinden aan je Twitch account. En dan kan je elke maand een subscriptie uitdelen met je Prime Game. Dat is voor zover ik weet in Europa de goedkoopste manier. Maar helaas kan je maar 1 account koppelen. Dus dat meerdere keren gebruiken, dat zit er niet in. Is always Amazon een euro duurder geworden? Nou ja, dan is het nog steeds €3,99 en is nog steeds een euro goedkoper dan Twitch. Wat eerder op de avond zei iemand al dat Twitch die bedragen heeft aangepast. Is dat in Europa ook al zo? Want in Europa zouden de bedragen ietsje naar beneden gaan. Ik geloof richting de 4,25 of zo. Het zou in ieder geval bijna gelijk moeten worden aan $5. En de euro is meer waard dan de dollar. Dus dan gaat de prijs iets naar beneden. Dus dan ga je richting de €4. Het zal iets meer zijn dan €4, want de dollar staat op iets meer dan 0,80, geloof ik. Dus dan zit je op 4,50 of zo. Terwijl wij in de buurt komen van station Utrecht. Zo direct gaan wij hier naar rechts de intercity-sporen op. Als we hier rechtdoor gaan, dan gaan we de sprintersporen op en moeten we afremmen naar 80 km per uur. Op de intercity-sporen ook, dus niet alleen de sprintersporen. Afremmen naar 80 km per uur. En omdat wij bij Bunnik de tractie eraf gehaald hebben, kunnen we gewoon rustig remmen naar 80 km per uur. Zoals je ziet rem ik zelfs iets te ver af. Dat komt dat we zo direct als we de bocht omgaan ietsje naar beneden gaan. Dan schrijft de ATB straks weer in, dat moeten we niet hebben. En eerlijk is eerlijk of je hier nou met 70 of met 80 de hoek omgaat. De aankomst in Utrecht Centraal is praktisch hetzelfde.
Dames en heren, goedemiddag. Het volgende station is Utrecht Centraal. Hier kunt u overstappen voor de richting Amsterdam-Zuid, Schiphol Airport en voor de richting Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. Voor de richting Amersfoort, Enschede en voor de richting Zwolle. Deze trein gaat verder als Intercity in de richting van Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, nee, Amsterdam Centraal, Zaandam, Alkmaar en Den Helder, denk ik. Ik weet niet welk treinnummer we hebben. Anders gaat hij in de richting van Schiphol. Oh ja, dit is de IC Schiphol. Wij gaan verder in de richting van Amsterdam-Zuid en Schiphol. In dat geval kunt u overstappen voor de richting Den Helder. Rob, voor de richting Eindhoven kan je hier wel overstappen. Maar dan was je in dat, Arnhem al overgestapt op die andere Intercity. Dus daarom roep je die niet om. Station Utrecht Centraal. Eindpunt van deze machinist. Die gaat aan de koffie. Ondanks de verstoring bent u veilig in Utrecht aangekomen. Bedankt en geniet van uw pauze. Tot zover deze video van Train Simulator. Volg mij op YouTube en volg mij op Twitch. En ik zie jullie graag terug bij een nieuwe video van Train Simulator. Terwijl deze SLT er ook vandoor gaat. Die denkt, ik blijf hier niet langer met die lelijke firm. En gelijk heeft hij. Tot de volgende keer.